De Nederlandse aardoliemaatschappij begint pas na het zomerseizoen met het dichten van het minieme gaslek bij Moderslag in Monster. Voor die werkzaamheden is een boortoren nodig. Uit gesprekken met omwonenden, gemeenten en raadsleden is gebleken dat het niet wenselijk is om die installatie te gebruiken terwijl het strandseizoen in volle gang is. Wel wordt het terrein vanaf 23 mei alvast ingericht om de werkzaamheden mogelijk te maken. Dat mag, nu is gebleken dat er geen rugstreeppadden en zandhagedissen aanwezig zijn. Het werk duurt ongeveer 6 tot 8 weken. De huidige den, de eik en de struiken aan de aasgolven worden weggehaald. Na afloop van het project worden er 4 nieuwe bomen en struiken teruggeplant. Volgens de NAM is het streven om de boortoren in september neer te zetten. De exacte datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de boortoren, die eerst nog wordt ingezet bij een project in de Rotterdamse wijk Schiebroek.